Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag spelen we weer Star Stable en zoals jullie kunnen zien hebben wij een prachtige achtergrond met prachtige bergjes en prachtige grasprietjes en dan allemaal prachtige vogeltjes. En als we omdraaien, bam 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 badam bam badam, kasteel zilverkleed, bam 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 badam bam badam. Silverglade. Oké, dat was nergens voor nodig. Ik ben namelijk niet omgedraaid. Maar oké, Silverglade Village. Silverglade dorp is beschonken in paars roze lichtflitsen. En wij gaan vandaag. Ik hoop dat het spannend wordt, maar we gaan vandaag allemaal gekke dingen doen. Als het goed is. Wij gaan naar het roze overgrote dorpje. En we gaan kijken wat ons te wachten staat. Dus, ladies and gentlemen. Hold on tight. Waarom ga je er doorheen? Oh, oh, oh. Zo creepy hier. Dit hebben ze wel echt goed leuk gemaakt. Bambi! Gelukkig was jij hier ook! Nou, eigenlijk is Silverglade al zo'n zeker wel maand overgoten met roze gaten. Maar ik ben hier nog niet geweest sinds toen. Zie je wat een verschrikkelijke dingen er hier in het dorp zijn gebeurd. Het is een ramp, een catastrofe. Is dit het begin van het eind? Hallo 2020. Is dit ondergang van de wereld? Is dit hoe Silverglade en Jorvik moet eindigen? Opgeslokt door een wraatzuchtige paarsroze gloed. Hangt Garnok ons nu boven het hoofd? Zal Garnok ons dan toch allemaal te razen nemen? Alex zegt dat we de stad misschien nog voor deze ramp kunnen behoeden. Toch, Alex? Er moet toch iets zijn dat je kunt doen om ons te redden? Je moet ons redden! Ja, Alex. Red hem. Vooral dit... Ga gewoon ergens in je huis schuilen, man. Of ga het dorp uit. Kalm blijven, raad. We moeten hier een bekende sfeer. Ja, sorry, ik ben niet meer afgeleid. We moeten hier een oplossing voor kunnen bedenken voordat de wereld ten onder gaat. Maar we moeten ons haasten. Iets heeft de toren van Garnok toen oplaaien. En ik vermoed dat het komt door de domme rotzooi van die lomperikken van het Dark Core. Wat denk jij, Bambi? Schaduwzuiger? Een heks? Vertel ons wat je denkt dat we moeten doen. Wegrennen. Bambi, je idee om de schaduwzuiger te gebruiken zou wel eens kunnen werken. Rijd naar de Hexpie en vraag haar of we de schaduwzuiger kunnen lenen. Ik zal hier blijven om de dorpelingen te beschermen en de paradoxische kracht zo goed mogelijk onder controle te houden. Haast je, Bambi, haast je. Er is weinig tijd en ik weet niet zeker hoe lang ik het tegen kan houden. Maar zolang er leven is, is er hoop. Rijd naar Bie de Hex. Oké, daar rent er ook eentje. Oh, daar rent het. Deze man staat hier met zijn handen omhoog. Don't shoot me. Kijk, Bonnie heeft een goed idee. Gewoon blijven stilstaan. Zullen we er een rijden? Kan dat? Niks aan de hand. Pam pam paradada. Paradada. Oh, dit is wel creepy. Nu is heel Jorvik gewoon. Grijs.
Even kijken. Hoe kom ik daar het snelst? Ik denk gewoon het pad volgen. Ja, normaal neem ik natuurlijk de paardentrainer, dus ik ben weer heel... Ja, ik ben heel gezond bezig in deze crisis. Ik had natuurlijk ook gewoon hier nog omheen kunnen gaan. Maar ja. We zijn er bijna. Het is nog steeds super rustig op Star Stable. Want dit ziet er wel super gaaf uit. Afgezien van dat de wereld vergaat. Is het wel heel... Waarom loopt daar... Well, that's creepy. The world is coming to an end. Maar het ziet er wel heel mooi uit. wat dacht ik nou over? Oh ja, het is nog steeds qua personen, qua mensen op Star Stable echt super rustig. De video die jullie afgelopen woensdag hebben gezien, die heb ik daarnet opgenomen. Voor mij is dat nu afgelopen dinsdag, vorige week dinsdag. En voor jullie is dat afgelopen woensdag hebben jullie de laatste video gezien. Maar nu is het dinsdag de 25e. En ik neem video's op vandaag. Want ik heb het veel te druk de komende week. Vandaag is mijn laatste vrijdag. Zaterdag ben ik ook vrij. Maar zaterdag ga ik me mentaal voorbereiden op zondag. Want zondag werk ik van 11 tot uurtje of 2 s'avonds. S'nachts dus. Want we gaan inventariseren. Dus ja, om 11 uur begin ik met mijn normale werkzaamheden. En dan hebben we een pauzeuurtje om 6 uur. En om 7 uur gaan we tellen. Dus zondag ben ik gewoon helemaal de weg kwijt. Dus ja, ik ben vandaag video's aan het opnemen. In ieder geval voor woensdag. Dus afgelopen woensdag, die jullie al gezien hebben. En vandaag. Voor jullie vandaag. Dus volgende week zondag. Hallo, gaan we samen lunchen zoals we van de week hadden bedacht. Ik heb krabbenbootjes met gekookte kikkerklauwen en gepocheerde slangenogen. Nee, het komt nu niet uit, zeg je. Maar hemeltje, wat ben je bleek? Ben je te lang niet buiten de zon geweest? Nee? Oh, een catastrofe van catastrofale proporties in het dorp Zilverkleed? Je wilt een schaduwzuiger gebruiken? Graag, Pie. Ik heb de schaduwzuiger een beetje verbeterd, wist je dat? Stof van de lichtgeesten geeft het wat extra magisch gemaakt. En ik heb het apparaat zowel magisch als mechanisch sterker gemaakt. Ik heb het vermagisch en vermechanist. Maar ik heb nog een dag nodig om het helemaal af te maken. Wat? Dat kan niet, zeg je? Het kan niet tot morgen wachten. Er is niet genoeg tijd omdat Zilverkleed dan misschien niet meer bestaat. Ja, ja. Jullie jonge lui hebben altijd zo'n haast met alles en maken van elk klein wissewasje zo'n enorm drama. Hoe dan ook, neem de schaduwzuiger maar mee, maar onthoud dat je er voorzichtig mee omgaat. Graag gedaan, Bambi. Naast de magische verbeteringen heb ik ook de zuigkracht om de schaduwzuiger verhoogd. Het zou nu moeten lukken om schaduwzoekers van verder weg op te zuigen. Fantastisch, niet? Het lukt misschien niet om de allersterkste op ze... Ik lees allerlekkerste. Op te zuigen, maar de meeste kun je te pakken krijgen voordat ze te dichtbij komen. Zo, nu kun je er vandoor om Zilverkleed te redden. Dus sta er niet zo. Jij was degene die haast had, beste Bambi. Oh, en succes! Onthoud dat de schaduwzuiger af en toe moet worden geleegd en geneutraliseerd. De druïde Avalon kan dat waarschijnlijk regelen. Nee, ik ga niet naar Zilverkleed kijken. Eén keer heen en weer is genoeg. Zo, moe. Het is de hele dag al rot weer.
twee weken geleden was het een hittegolf buiten proporties. En nu is het gewoon ijskoud buiten. Het regent, het is winderig, het is blech. Ik had het vanochtend ook, rond een uurtje of 11. Was de hele ochtend was het droog. Ik ga die hond uitlaten om 11 uur. En die motherfucking moeder natuur begint gewoon keihard te regenen. Ik krijg gewoon een plens water over mijn smoel, dat is niet gezond. Maar ja, hè. Kom me weer omkleden. Maar ik krijg het er wel koud van. Oh, daar ben ik gewoon aan het inzakken. Tussen de laatste video en nu heb ik een aflevering van Lucifer gekeken. Dus afgelopen vrijdag weer de helft van seizoen 5. Dat is ook niet aardig. Dus is in ieder geval de helft van seizoen 5 is op Netflix online gekomen. En ik heb net aflevering 1 gekeken. Oh, Alex staat nu daar. In een cirkel. Wat doe je, mogol? Daar ben je, Bambi. Zoek bescherming bij mij en help. Maar ik kan het niet veel langer tegenhouden. We zijn er geweest. Mijn krachten nemen af. De Pandorische energie is te sterk. En ze zal snel doorbreken. Je hebt een schaduwzuiger bij, hè? Zegt Batam. Je kunt Tuxedo Mask bij mij achterlaten. We zijn hier veilig terwijl jij rondrent met de schaduwzuiger. Waarom kan ik niet gewoon... Ik heb mijn handen niet nodig, hoor. Ik hoef toch niet onderweg naar Avalon, hè? Hij zit vol. Leeg hem. Leeg hem. Zullen we even ons haar laten knippen? Heb je haar weer? Kijk, Donald is gevlucht. Deze man ook. Kan ik meer kopen? Jammer, ik dacht misschien krijg je een melding van er is een crisis gaande, je kan nu niet shoppen. Jij beweegt. Hier. Dit is echt gewoon een Billy Hill. Oh my dear god. Let's get a haircut. Ook een roze bob. Lelijk. Oh, dat is nieuw trouwens. Lachen. Jij hebt geen make-up hier. Saai. Oké, let's go verder. Ik ben al zo lang niet meer naar zo'n kapper geweest. Ik wist niet dat die plaatjes alweer groter waren. Want eerst was het toch dat je gewoon met je muizen op het plaatje moet blijven staan. En dan komt vanzelf tevoorschijn op je hoofd wat het idee erachter is als het op je hoofd komt. Zo. Toch? En ik hoef er niet eens om te lopen. Mag ik nu wel mijn paard terug? Terwijl de raadslid niet eens beschermd. Bitch. Yo. Nu zijn we van directe dreiging van die verschrikkelijke schaduwen af die iedereen bang maakt. Nu zijn er... Hey, een persoon! Dat heb ik al lang niet meer hier vandaag. Waar kan ik zo'n stofzuiger ding eens kopen? Dan doe je dat. Dit is volgens mij de eerste persoon die ik tegenkom in de hele dag. Schaduwzuiger is echt een fantastisch apparaat. Je kunt ze horen in de bus, waar ze gevangen worden gehouden door het stof van de lichtgeest. Echt geweldig.
Wat ik deed, oh, dat was gewoon een beetje beschermende magie van de bliksemkring. De kracht die ik als Soul Rider heb, komt. Wat? Zoals je waarschijnlijk al wist. Oh, vooral van de bliksemkring. Maar later meer daarover. Nu moeten we uitvinden hoe we die scheuren afsluiten voordat ze meer schade aanrichten. Of meer nare schaduwzuigers uitspouwen. De enige die ons daarmee kan helpen is Frip. Hij kan ons vast vertellen wat we moeten weten. Je moet naar Frip rijden om hem advies te vragen. Als er iemand kan helpen, dan is hij het wel. Ik houd hier de boel in de gaten en doe mijn best om te voorkomen dat er meer schaduwzoekers uit de scheuren komt. Schiet alsjeblieft op! En wat nou als ik hem niet wil opschieten? Ze zijn in ieder geval gestopt met rennen. Oké, let's go to the Frip Keep. Hey, nog een persoontje. Het is druk hier. Valadalle. Zo, ik heb afgelopen vrijdag ook een feestje. Toen zijn de collega's langsgekomen. En we hebben veel te veel alcohol gedronken. Mijn vriend die lag zaterdag voor pampus op bed. Een van mijn collega's die heeft geloof ik de hele dag gekotsen. De andere twee die gingen nog wel, maar ik had nergens van. Ik was natuurlijk wel echt gewoon zwaar lam. Toen we bezig waren, we hebben 2 liter wodka op en nog een beetje Bacardi. Dus we hebben ons niet gedragen. Nou ja, zaterdag heb ik nog weer wat gedronken. Het beste remedie voor een kater is blijven doordrinken. Dat leren jullie nog wel voor de jongere kijkers. Maar voor nu, drink responsible en drink met mate. En gisteren was ik op bezoek bij de oom en tante van mijn vriend. En toen heb ik weinig gedronken. Dus de enige dag dat ik echt nuchter was, was zondag. En vandaag ben ik ook nog aardig nuchter. Ik had wel de wijn. Wijn is trouwens killing. Ik kan beter wodka drinken. Leer. Welkom terug in mijn tijd. Wat voor stem zullen we Frip geven? Oeh, gunningen. Pandorische scheuren. In naam van al het goede in deze wereld. Het is deze keer goed losgebarsten. We hadden zo gehoopt dat de scheur die in de gouden veuvelvallei afsloot een eenmalig verschijnsel was. Maar nee, het lijkt erop dat het slechts het startschot was voor iets veel ergers. Het ziet eruit dat dit het gevolg is van de kwaadaardige activiteiten van de Darkcore. Ze hebben duidelijk de toch al fragiele balans tussen Pandoria en onze eigen realiteit in de war gebracht. Het zogenaamde Cardiff effect is begonnen. Mogen Aidenos bijstaan? Dus één van die twee? Het Cardiff effect moet vertraagd worden. Anders zal het ons niet lukken om het te stoppen. Maar jij kunt ons helpen met de directe dreiging en het Cardiff effect uitstellen. Om de Pandorische scheur in Zilverkleed dorp te sluiten, zul je de magische krachten van de bliksemkring moeten gebruiken. Ben je er klaar voor om meer te leren over de bliksemkring? Zo. En nou ga ik even mijn mond houden en ik laat jullie lezen, want mijn kaken doen pijn. Jee, we gaan leren. Zo, mijn kaken doen nog steeds pijn. De oefening die je zult uitvoeren is vergelijkbaar met wat je moet doen om de scheuren in het dorp Zilverkleed af te sluiten. Het is een soort simulatie. Zie je niet lichtzinnig mee omgaan, dit is wat je moet doen. Kom van je pakkert af. Ga dicht bij de roze gloed staan en neutraliseer de magische bescherming van de scheur met de schaduwzuiger. Dat apparaat is perfect voor deze klus. Na het neutraliseren zie je blauwe stervormige vonken. Ze kunnen moeilijk te zien zijn door de roze gloed, dus let goed op. Gebruik je bliksemkringkrachten om de blauwe sterrenvonken te absorberen. Elke keer als je inslaagt om een blauwe sterrenvonk te absorberen, verliest de scheur iets aan kracht. Als de scheur al zijn kracht kwijt is, zal hij sluiten en verdwijnt het portaal.
Als je niet genoeg vonken absorbeert, zal de verdediging van de scheur weer opladen. En als hij weer zo'n volle kracht bereikt, lukt het je misschien wel nooit om hem te sluiten. Oké. Nou, let's get off. We zijn hier. Spannend. Oké, we gaan er dichtbij staan en we klikken. Oh, schaduwzuiker 2.0. Oh. Jongens, ik ben een beetje moe. Oké. Klik op de blauwe sterren die actief zijn. Deel. Wat zal er gebeuren als we de maximale kracht laten komen? Ja, godzijdank. Oh, wacht, volgens mij moet ik naar al die godvergeten scheuren over heel Jorvik gaan zoeken. Is er misschien ook iets in? Oké. Oké. Let's go to Avalo. Ik wil weten wat er achter dat hek zit. Volgens mij weet ik het al. Maar ik wil het nu meer weten. I want to know what's behind the closed gates. Star stable. Hint. Hint. Weten jullie nog die ene epic video dat ik hier naar beneden sprong? En overleefde. Dat was een mooie sprong. Oh ja, dat Vara gedoe. Wat kan ik nog steeds doen, jongens? Oh, je hebt een stoor. Interessant, interessant. Oké. Ik heb een kopje thee. Miep. Jezus, het is al 3:30. De tijd gaat snel. Very muchos, very fastos. Gaan we weer. Dit gaat een stuk sneller dan die bij Frip. Had ik niks moeten zeggen. Hier ben ik toen de tijd geloof ik ook 87 jaar mee bezig geweest.
Dat is best een creepy muziekje. Oh, mijn paard volgt. Dat is fijn. Zo, we hebben de laatste gehad. En ik was zo chill met mijn snoepje aan het eten en een beetje aan het drinken en een beetje die dingen aan het weghalen. Ik had even mijn video op pauze gezet. Dat ik al bijna tegen Alex was gaan praten. Zonder de video weer aan te zetten. Wat je hier gedaan hebt vandaag betekent veel voor ons. Die zin vind ik mooier. We zullen dit niet gauw vergeten. Maar het gevaar is nog niet geweken. Ik ben bang dat dit slechts het begin is. Het begin van iets erg zorgwekkends. Onze krachten zijn bijna uitgeput bij deze ernstige gebeurtenissen. Ik hoorde net dat er van ons verwacht wordt dat we nog meer wonderen verrichten. Ben jij er klaar voor? Dark Core heeft het Garlock effect echt verergerd. Hun activiteiten lijken als een katalysator van een chaotische kracht van een Garlock te hebben. Gewerkt. Dit is erg belangrijk. Ik heb al aanwijzingen gezien dat er rondom Silverglade meer scheuren zijn ontstaan. Er is nog een grote scheur bij de wijnmakerij ontdekt en nog een op de Evermintvelden. Volgens mij kunnen we het roze lichtschijnsel vanaf hier aan de lucht zien. Onderzoek de nieuwe scheuren en sluit ze af als je kunt. Ik zal de laatste paar hier opruimen en de orde herstellen. Ik kom je achterna als je hulp nodig hebt. Dat kan. Nou, laten we dan maar naar de wijngaarden en de Evermintvelden gaan en kijken wat er gebeurt. Ah, ik zie daar al een scheur. En daar ook al. Dus dan gaan we eerst naar die, want die is dichterbij. Wat een dag, jongens. Wat een dag. Het is toch best spannend, dit. Ik had het erg verwacht, hoor. Maar... spannend. Maar jongens, dit is mijn 100ste let's play. Ja, technisch gezien heb ik al meerdere... Ook eens. Meerdere video's geüpload van Star Stable. Maar dit is echt de storyline. En de missies en de dinges. En wat ik meestal upload is dan een hallo. Oh, spannend. 100. Mooi. even kijken. Wat oktober? Ga je nog meer? Oh ja, de 100ste aflevering. Dus dit is echt qua playthrough, missies, et cetera, et cetera. Natuurlijk heb ik de missies met de redding van Anne van Blissen ook online gezet. Alleen dat was met Juliet, mijn andere account. Dus dat was niet echt een playthrough. Of onderdeel van de Let's Play, omdat het een ander account was. Dus dit is gewoon nummer 100. En congratulations, dankzij jullie echt, dankzij iedereen die mijn video's kijkt, heb ik het zo lang volgehouden. Nou ja, ook omdat ik het spel gewoon leuk vind. Maar dat ik gewoon met mijn spelletjes door blijf gaan en video's maak. Omdat mensen het ook echt kijken en mensen vinden het leuk. Dus dan doe ik het ook met iets meer plezier. Kijk, ik heb het niet altijd even rustig. Of niet altijd even druk. En soms komen er geen video's online. En dan vergeet ik het een dagje. Of ik heb er geen tijd voor. Maar helaas is dat het volwassen leven. Ik doe mijn best. Ik heb meestal ook gewoon een voorraadje video's die ik kan uploaden. Als ik een keer geen tijd heb. Maar als ik dan een keer een dag van tevoren vergeet om in te plannen. Dan is er die dag geen video. En als ik moet werken op zondagen. Dan wil het er nog wel eens bij inschieten. Omdat ik, als ik werk op zondag, dan weet ik gewoon gelijk niet meer hoe mijn hele week zit. Dus in ieder geval iedereen super bedankt voor het kijken naar al mijn video's. En jongens, hebben jullie nog tips? Hebben jullie nog leuke dingetjes? Willen jullie een keer in de video? Zet anders even een hele leuke reactie. Dan ga ik kijken of ik in aankomende video's jullie reacties
in videocassetten. Oh, dat is ook echt in de wijngaard, jongens. Dan gewoon een reactie van de dag of zo in de video zetten. Laat even weten beneden in de reacties of jullie het leuk vinden om een reactie van de dag video te krijgen. Of nee, niet van een reactie van de dag in de video. Niet een hele video met reacties van de dag. En dan, ja. Kijk ik wat ik allemaal mogelijk kan maken. Nogmaals, kijk, ik ben daar al 2 jaar bezig met YouTube. Ik ben eigenlijk iets eerder begonnen dan toen dat ik mijn baan kreeg. En we zitten nu op de 90 abonnees. En daar ben ik echt heel trots op. Echt heel blij mee. Had ik niet verwacht. Echt niet. Vooral omdat ik een hele lange tijd gewoon op de 30 ben blijven hangen. En op zulke momenten, weet je, die 30 mensen, sowieso al super bedankt. Maar het is toch, je hangt een beetje stil. En nu gaat het wel steeds verder omhoog, want het gaat echt snel hoor. Het is een beetje passen meten en weet ik het wat allemaal, maar het gaat best wel snel. En ik ben jullie allemaal heel erg dankbaar. En ik dacht dat Alex achter ons aan zou komen. Alex, waar ben je? Moet ik naar Alex toe? Oh, ik heb geen hoofdmissies. Daar zijn we anderen mee bezig. Tokenkennis. Wat is dit? Moet ik zeker een reputatie opbouwen of zo? Even kijken. Beschermers van Edien. Populair. Oké. Okay. Ja, misschien moet ik ergens. Moet ik verder zijn in Epona om verder te kunnen? Weet ik eigenlijk niet. Ik moet toch ook nog die ene missie doen met die grote boom? Dat heb ik ook nog niet gedaan. We moeten Lisa nog redden. Was het Lisa? Volgens mij is het Lisa toch? Lisa, Amy en Shelly. Oh, wacht. Nee, dat is het verkeerde. Dingo en dingo. Persoonboekje. Alex. Linda. Lisa. Anna. Er is nog iemand. Hè? Die missie hebben we toch nog niet gedaan? Jongens, wie mis ik? Linda, Alex, Lisa en Anne. Ik raak in de war. Nou, het zal wel. Er zat toch iemand in Pandoria? Ik dacht dat we iemand uit Pandoria moesten halen. Ja, Anne, maar nog iemand. Met die boom. Of heb ik dat al gedaan? Jongens, zie je? 100 afleveringen. 100 Let's Plays episodes. En ik weet mijn god niet meer wat we allemaal gedaan hebben. Geweldig spel, toch? In ieder geval iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Iedereen nog steeds hartstikke bedankt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Kijken wat de volgende keer ons gaat verrassen in dit superleuke spel. Doei!